Ja, als je naar de laatste fase kijkt, dan is het een beetje dramatisch, maar misschien komt daar in de loop van de toernooi nog wel verandering in, waar Smits vanwege met één punt onderaan staan. Verheugd zijn we wel over Anish Giri, die in de B-groep nog steeds aan de leiding staat.